Goedemorgen, dames en heren. Welkom op locatiekeuring bij de Gebroeders Somane. We hebben vandaag een 25-tal paarden voor opname in het stamboek. We gaan er een mooie dag van maken. Het weer is netjes en niet koud en ook niet te warm. Dus we gaan er een leuke dag van maken. And now for the people abroad. We very warm welcome to the location curing from the Brothers Somane. We have a nice weather for a curing and we make a nice day today and we hope you enjoy the curing.
Dan komt hier de uitslag van nummer 2. Nummer 1 was afwezig. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Is een beetje lang hoofd. Een beetje zwaar, dieper. De hals die wat diep uit de borst komt. De rug zou wat sterker mogen zijn. En kwaliteit beenwerk. Het paard is nogal wat toontredend. En zou ook iets meer hardheid in de benen kunnen hebben. De stap zou ruimer moeten zijn en ook iets meer regelmaat moeten hebben. In draf komt het paard met het achterbeen er wel goed onder. Hij zou het voorbeen iets meer moeten verdrijven. Al met al vanwege kwaliteit beenwerk en de stap wordt het paard vandaag opgenomen in het stamboek. So now in English, number 2, number 1 was not there. The head is noble enough, a little bit long, a little bit heavy in the neck. The back is a little bit weak, a long croup. The walk and the quality of the legs could a little bit better. The horse is a little bit tuning in, and also the walk need more roomy and also more regularity. The trot was the hind legs good under the body, but the front legs need more pass. So overall, we take it in the stud book.
uitslag van nummer 3. Een paard wat een beetje lang in zijn hoofd heeft. Ook een beetje zwaar in zijn kaken. Zou iets meer halslengte kunnen hebben. Heeft een schuin schouder. Goed schuin schouder, wat goed van ligging is. Paard zou ook ietsje sterker in zijn rug mogen zijn. Aansluiting kruis lenden en is wel sterk. Kruis is een beetje hellend, wel voldoende van lengte. Stand achterbeen is goed. Een goede hoek in het achterbeen. Het voorbeen zou wat meer lengte kunnen hebben. Is ook een beetje week gekoot voor. De stap was regelmatig, maar zou meer ruimte kunnen hebben. En ook meer kracht in draf. Dan zouden we toch wel wat meer opwaarts willen zien draven. En ook het achterbeen iets meer onder het lichaam willen zien. En ook iets meer regelmaat. Dit paard wordt vandaag vanwege zijn bewegingen opgenomen in het stamboek. Number 3. The head could a little bit nobler. The neck is a little bit short and heavy. The back is a little bit weak. The croup is long and a little bit sloping. The shoulder is very sloping. The quality of the legs was very good. The walk need more roomy, it's short, and also in trot we need more uphill and more the hind legs under the body and more regularity. So we take it in the stud book today.
Uitslag van nummer 4. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is, zou ietsje meer nek kunnen hebben. De hals is voldoende van lengte, heeft een lichte onderhals. Schouder is goed van ligging. De rug is voldoende sterk. Kruis-lendenaansluiting zou ietsje sterker mogen zijn. Het kruis is voldoende van lengte. Het beenwerk kon iets meer kwaliteit uitstralen en het paard is nogal toontredend. In stap zou het paard ruimer moeten stappen en ook iets meer regelmaat kunnen stappen. In draf is het paard voldoende opwaarts, maar zou ook het achterbeen meer onder het lichaam moeten plaatsen. Het paard wordt vanwege beenwerk en stap vandaag opgenomen in het stamboek. Nummer 4, een noble head, de nek of de nek is long enough en also vertical. The shoulder is a little bit steep. The back is good. The connection loins group could a little bit stronger. The quality of the legs could a little bit better. The horse is a little bit tuning in. The walk need more roomy and also more regularity. And in trot we need more uphill and the hind legs more under the body. Overall we take it in the stud book today.
Nummer 5. Een paard wat een ietsje lang hoofd heeft, wel een sprekend hoofd heeft. Heeft een verticale hals die ook lang is. Schouder die er goed schuin in ligt. De rug is sterk. En ook de kruis-lendenaansluiting is sterk. Kruis is voldoende van lengte, zou misschien is ook goed van ligging. Het voorbeen is lang, heeft een lang voorbeen. Het paard is ietsje sabelbenig. De stap was ruim en actief. En ook in draf was het paard voldoende opwaarts. Goed achterbeen gebruiken. Het voorbeen zou misschien iets meer uitgelegd kunnen worden. Maar al met al vonden wij dit een paard wat opgenomen kan worden in het stamboek. En een ster met een tweede premie. Nummer 5. The head is a little bit long. De nek is vertical en also a good shoulder. Strong upper line. The croup is long enough. The horse is a little bit sickle hocked. The walk was roomy and also active, and also in trot it was good uphill, good hind leg, but the front legs needs more roomy. But overall we take it in the stud book, a star with a second premium.
Hey, Ron. Uitslag nummer 6. Een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou kunnen zijn, mist ook een beetje de nek. Het paard heeft voldoende halslengte, die ook iets horizontaal is. Heeft een goed schouderligging, sterke bovenlijn. Kruis is voldoende van lengte, iets hellend. Paard heeft een mooi lang voorbeen. Is nogal wat sabelbenig. De stap was voldoende ruim, maar het paard kwam helaas niet echt tot ontspanning, zodat we dat echt heel goed konden beoordelen. De draf was opwaarts en ook een sterk achterbeengebruik, heeft hij ook een heel hoog cijfer voor gekregen. Veel ruimte opwaarts en ook veel kracht. Het paard wordt vandaag opgenomen vanwege zijn ras en beenwerk, wordt het een ster met een tweede premie. Number 6, the horse could a little bit nobler in the head, the pull of the neck could a little bit longer, the neck is long enough, a little bit horizontal, good shoulder is a little bit steep, the upper line is strong, the croup is a little bit short and also a little bit sloping, the horse is a sickle hocked, and the walk could have been a little bit more roomy, and in trots he was uphill. A lot of suspension, a lot of room and a lot of power. But overall, because the racial type and the quality of the legs, we take it in the studbook, star with the second premium.
Nummer 7. Een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn, ook een iets meer neklengte zou kunnen hebben. De hals zou ook ietsje meer lengte kunnen hebben. Is voldoende verticaal. Schouder is voldoende van ligging. Het paard heeft een sterke bovenlijn. Het kruis zou iets meer lengte kunnen hebben, is ook iets hellend. Het beenwerk, vooral het voorbeen, is licht hol. En het achterbeen is licht sabelbenig. In stap maakt het paard voldoende ruimte. Heeft het achterbeen is voldoende actief. Het voorbeen zou misschien ietsje meer naar voren kunnen worden geplaatst. In draf heeft het paard, blijft hij ook wat neerwaarts in zijn beweging. Het paard is ook iets neerwaarts gebouwd. Dus dat zou je ook niet gemakkelijk opwaarts kunnen lopen. Het achterbeen komt voldoende onder het lichaam. Maar het zou iets meer schakelend vermogen kunnen hebben. Dit paard wordt vandaag vanwege ras en bouw en beenwerk en draf opgenomen in het stamboek met een derde premie. Number 7. The head could a little bit nobler. The pull of the neck is a little bit short. The neck also is a little bit short and a little bit heavy. This is good upper line, strong upper line. The croup is a little bit short and a little bit sloping. The walk was roomy enough and also powerful. In trot, she needs more uphill and also more the hind legs under the body. And
a little bit more regularity. So overall, we take it in the stud book with a third premie.
uitslag van nummer 8. Een paard wat edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Hij heeft een voldoende halslengte of een lange hals. Die iets horizontaal gesteld is. Ook wat onderhals wat zwaar aandoet. De bovenlijn, vooral de rug, is voldoende sterk. Kruis-lendenaansluiting is ook voldoende sterk. Het kruis is voldoende lang, maar wel hellend. Het voorbeen heeft veel lengte. Het achterbeen is behoorlijk sabelbenig. In stap zit het paard, heeft hij voldoende ruimte en ook voldoende activiteit. In draf is het paard opwaarts, heeft een goed achterbeengebruik. Zet het voorbeen daar ook bij goed weg. Maar vanwege ras en beenwerk wordt het paard vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Nummer 8. The head could a little bit nobler. The neck is a little bit heavy and also an underneck. The upper line is strong. The croup is long enough but sloping. The quality of the legs is very sickle hocked. A long front leg. The walk was roomy enough and also active. In trot, she was uphill. A lot of suspension, good hind leg using. So overall, we take it in the stud book with a third premium because of racial type and quality of the legs.
Nummer 9. Een paard wat misschien ietsje edeler in zijn hoofd zou kunnen zijn en ook iets meer neklengte zou kunnen hebben. Hals is voldoende van lengte. Staat ook goed op het lijf. Heeft een ietsje steil schouder. De bovenlijn is sterk en ook mooi vloeiend. Kruis is voldoende van lengte en ook goed van ligging. Het voorbeen zou misschien ietsje meer lengte kunnen hebben. Het beenwerk straalt veel kwaliteit uit. Is ietsje toontredend. In stap is het paard voldoende ruim. Zou iets meer spronggebruik kunnen hebben. In draf zou het paard wat opwaartse mogen draven. En ook wat meer mogen schakelen. Heeft ook achter het lichaam. Het achterbeen zou meer onder het lichaam moeten worden gevouwen. Vanwege de draf komt het paard vandaag in aanmerking voor een derde premie. Er wordt een stamboek met een derde premie opgenomen. Nummer 9, the head could a little bit nobler. The neck is long enough. The upper line is good. The croup is also good. Good and well shaped. The quality of the legs was good, very good. It's a little bit tuning in. The walk was roomy enough and also active. In trot, he needs more uphill and also more suspension and also the hind legs more under the body. Overall, we take it in the stud book with the third premie.
Nummer 11. Het paard is iets naar voren gebouwd, heeft een voldoende edel hoofd. Hals is ook voldoende van lengte. Schouder is schuin. En heeft een sterke bovenlijn. Strek op zijn lendenpartij. Kruis is lang, maar erg hellend. Het voorbeen is voldoende van lengte. Heeft een ietsje toontredende stand. Of ietsje behoorlijke toontredende stand. Achterbeen is iets zadelbenig gesteld. De stap heeft hij vooral linksachter. Tilt hij het been wat hoger op als rechtsachter. Heeft hij ook wat minder lengte in. Dus het paard is wat kort lang in zijn beweging. In draf zou het paard, is hij voldoende opwaarts. Maar het achterbeen komt niet naar voren. De schenkel komt nauwelijks onder het lichaam. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek vanwege zijn beenwerk en ook vanwege de stap. Nummer 11. The head could a little bit nobler. A long neck. A little bit horizontal neck. Good shoulder. Strong upper line. A little bit straight on the loins. The croup is long, but a little bit sloping. The hind legs, the front legs are tuning in, and also the hind legs are very sickle hocked. The walk got more regularity and also more roomy. In trot is uphill, but the hind legs needs more under the body. Overall, we take it in the stud book today.
Nummer 12, een paard wat misschien iets edeler in zijn hoofd zou kunnen zijn. Heeft voldoende halslengte, ook voldoende neklengte. Schouder is ietsje stijl. Sterke bovenlijn. Heeft een kruis wat iets hellend is. Voldoende van lengte. Het beenwerk is voldoende van kwaliteit. Het is iets sabelbenig. In stap was het paard erg gespannen. Misten we ook de ruimte. En zou het ook iets meer door het lichaam kunnen stappen, is hij vrij stug. In draf waardeert het paard zich wel op, heeft hij een goed achterbeengebruik. Omdat ook veel buiging in zijn sprongen had, zou misschien iets meer ruimte kunnen maken en ook iets meer kunnen reizen in de voorhand. Maar vanwege de stap wordt het paard vandaag opgenomen in het stamboek. Nummer 12, the head could a little bit nobler, long vertical neck, good shoulder, strong upper line. The croup is long, but a little bit sloping. The quality of the legs is good. It's a little bit sickle hocked. The walk could more roomy, and also more elastic. A little bit missing the roomy. In trot, she was uphill. Good hind leg using, good bending in the hocks, but could a little bit more uphill. Overall, because the walk, we take it in the stud book.
Nummer 13. Ja, ongeluksgetal zeggen ze dan, maar voor dit paard is het niet het ongeluksgetal. Paard met een edel hoofd. Zou misschien ietsje meer nek kunnen hebben. Heeft een lange verticale hals, een goede schouder. Ook een sterke bovenlijn die goed aangesloten is. Kruisje is iets hellend, wel voldoende verlengte. Het paard heeft ook een lang voorbeen. Achterbeen is licht sabelbenig. Voldoende of een goede kwaliteit droog beenwerk. De stap was ruim en ook voldoende veer. Het paard zou iets meer souplesse in zijn stap kunnen hebben, iets meer spronggebruik. Ook in draf is het paard opwaarts, heeft ook een goed voorbeengebruik. Ook daarin zouden we misschien iets meer buiging in zijn sprongen willen zien. Maar overal een paard met een veel ras, ook een sterke bouw, wordt het paard vandaag opgenomen in het stamboek Ster met een tweede premie. Nummer 13, een horse with a noble head, long vertical neck, good shoulder, upline is strong. And the croup is a little bit short and also a little bit sloping. The quality of the legs was very good, a little bit sickle-hocked. The walk was roomy, but we missing some bending in the hocks. And also in trot, he was uphill and needs more suppleness. But a good hind leg using. So overall, we take it in the studbook star with the second premium.
Nummer 14. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Mist wat een beetje neklengte. Heeft ook een voldoende lange hals die ook verticaal is. Schouder is voldoende van lengte en ook van ligging. De rug is sterk, voldoende sterk. Ook aansluiting kruislenden is voldoende sterk. Kruisje is voldoende lang, iets hellend. Het paard heeft goed beenwerk, is droog in de benen. Is een lichtzabelbenig, zou ook iets meer lengte in het voorbeen kunnen hebben. De stap was voldoende van lengte, ook met voldoende veer. In draf, dan zien we hem graag iets meer opwaarts draven en ook iets meer zweefmoment. Ook het voorbeen zou iets meer weggelegd kunnen worden. Het paard wordt van wege een hele goede stap vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Nummer 40, horse, the head is noble enough, the neck, the pull of the neck could a little bit longer, the neck is long and also vertical, the upper line is strong, also the croup is a little bit sloping, the quality of the legs was good, a little bit single hocked, and the walk was roomy and also powerful, missing some suppleness. In trot, she needs more uphill and also more the hind legs under the body and the front legs more roomy. So overall, we take it in the stud book with a third premie.
Nummer 15, een paard met een edel hoofd, een verticale, voldoende lange hals. Die paard met veel ras. Paard zou in bouw, is hij, in de rug zou je ietsje sterker mogen zijn, kruislendenaansluiting zou ietsje sterker mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte en ook goed van ligging. Paard heeft een voldoende lang voorbeen. Achterbeen is licht sabelbenig, zou ook ietsje droger kunnen zijn. In stap heeft het paard veel ruimte en ook veel veer en ook veel lichaamsgebruik. In draf is het paard een beetje vlak, zou iets meer opwaarts mogen draven. Heeft wel een goed achterbeengebruik, wat ook goed onder het lichaam wordt gevouwen. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek Ster met een tweede premie. Nummer 15, Horse with a Noble Head. De nek is long enough, een vertical, good shoulder. De upper line is a little bit weak. Good long front leg. The hind legs are a little bit sickle hocked. The walk was roomy and powerful and good through the body. In trot, she has a good hind leg under the body. The front legs is also a good roomy, but she needs more uphill. But overall, because the good walk, we take it in the step book, star with the second premie.
Nummer 16, een paard wat misschien iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Hij is wel voldoende edel. Het paard heeft voldoende halslengte, die ietsje horizontaal is. Het paard heeft een sterke bovenlijn, is ietsje smal en zou iets meer bespiering op zijn lenden mogen hebben. Is ook ietsje strak op zijn lenden. Heeft een voldoende lengte in zijn kruis, wat ook een beetje hellend is. Het beenwerk zou meer kwaliteit mogen uitstralen. Het paard is nogal sabelbenig en ook achterweek gekoot. Ook voor zelfs week gekoot. De stap was ruim en makkelijk door het lichaam gestapt. De draf was voldoende opwaarts. Had een goed achterbeengebruik en ook een voldoende zweefmoment. Een goede draf. Het paard wordt vanwege zijn goede bewegingen vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Number 16. The head could a little bit nobler. Long vertical neck. The shoulder is a little bit steep. Good upper line. The loins could a little bit more musculated. And is a little bit straight. The walk was roomy and powerful. In trot, she was uphill, good suspension, good hind leg using. So overall, because the good movements, we take it in the studbook with the third premie.
Nummer 17. Een paard met een voldoende edel hoofd, heeft veel front, een lange hals, schuin schouder, een sterke bovenlijn. Ook een kruis wat goed van ligging is en goed van lengte. Lang voorbeen. Paard heeft ook voldoende of goed kwaliteit beenwerk, is droog en hard in de benen. Heeft zou iets meer hoef kunnen hebben. De stap was ruim en goed door het lichaam gestapt. Voor een heel hoog cijfer zou je misschien ietsje meer buiging in zijn sprongen kunnen hebben. Paard is in draf opwaarts, heeft een sterk achterbeengebruik, wat ook goed ver onder het lichaam wordt gezet. Het voorbeen zou iets meer uit kunnen worden gelegd. Maar al met al, paard wat zo goed gebouwd is, zoveel ras heeft en zo goed stapt en draaft, krijgt vandaag een eerste premie. Nummer 17, horse could a little bit nobler in the head, a long vertical neck, good upper line, good long group, also the quality of the legs was good. The walk was roomy, powerful and good through the body, also in trot he was uphill, good suspension, good hind leg using, so overall we take it in the studbook star with the first premie.
Nummer 18, de voorlaatste voor de pauze. We hebben een half uurtje pauze achter nummer 19. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Ietsje zwaar in zijn hoofd-halsverbinding. Zou ook iets meer halslengte kunnen hebben. De hals is licht horizontaal. Het paard heeft een sterke bovenlijn. Heeft een voldoende lang kruis. Het paard is ook licht onderstandig. Heeft voldoende lengte in zijn voorbeen. Ook het paard heeft hard en droog beenwerk met een goede hoek erin. Alleen het paard is nogal toontredend. In stap is hij voldoende ruim. Is het voorbeen, zou hij iets verder weg kunnen zetten. En ook een beetje hoger ritme in de stap. Ook in draf heeft hij dat zal zo'n beetje. Het paard is, zou wat meer zweefmoment moeten hebben. De ruimte is voldoende. Het voorbeen is een beetje snel aan de grond. Heeft ook voldoende ruimte daarin in het achterbeen. Het achterbeen wordt ook voldoende onder het lichaam gezet. Het ritme is wat hoog. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Nummer 18, een noble head. De nek is a little bit horizontal and could a little bit longer. The shoulder is good. The upper line is strong. The croup is long enough. The quality of the legs was good. Only he was very tuning in. The walk was roomy enough, but need more through the body. Also in trot, she needs more uphill and the rhythm was a little bit high. So overall we take it in the stud book with the third premie.
nummer 19. Paard met een iets lang hoofd, wel een sprekend hoofd. Heeft veel halslengte. Ook een goede schouderligging. Sterke bovenlijn. Kruis zou ietsje meer lengte kunnen hebben. Paard heeft een voldoende lang voorbeen. Ook een goede stand in het achterbeen. Paard wat goed kan stappen. Ruim stapt met veel lichaamsgebruik. In draf is hij voldoende opwaarts. Heeft ook een goed achterbeengebruik. Paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Ster met een tweede premie. Nummer 19. This horse was a little bit long in the head, noble enough, long vertical neck, good shoulder, and strong upper line. The croup is long enough, the quality of the legs was good, the walk was roomy and powerful and good through the body. In trot, she was good uphill, good height like using. So overall we take it in the stud book for Star with a second premium.
Na de pauze beginnen we weer met nummer 20. Nummer 20 is een paard met een edel hoofd. Heeft een lange verticale hals. Heeft ook een lang schouder wat schuin is. Zou in de bovenlijn wel ietsje sterker mogen zijn. Vooral kruislende aansluiting is wat week en zou meer gesloten moeten zijn. Het kruis is voldoende van lengte, maar iets hellend. Het paard zou ietsje droger in zijn beenwerk mogen zijn. Is ook wat sabelbenig. In stap zou hij wat ruimer kunnen zijn en ook wat meer door zijn lichaam kunnen stappen. In draf, ja, dan missen we toch het dragend achterbeen. Het paard loopt wat op de voorhand. Het paard wordt vandaag niet verhoogd en krijgt ook geen premie. Vanwege zijn bewegingen en kwaliteit beenwerk. Number 20, after the break, a horse with a noble head, a long vertical neck, and long sloping shoulder. The upper line could a little bit stronger. Also the connections, loins group could stronger. The quality of the legs could a little bit more quality in the legs. This very shackle hocked. The walk need more roomy and also more through the body. In trot, the rhythm was high and needs more on the uphill and also more in using of his hind leg. So, no premie today. Thank you.
Nummer 21, paard met een edel hoofd, ook een lange verticale hals, een schouder die lang en schuin is. De rug zou ietsje sterker mogen zijn, ook kruislendenaansluiting zou sterker mogen zijn. Het kruis is wat kort, zou ook iets meer lengte kunnen hebben. Het voorbeen is goed gesteld, ook recht gesteld, zou ook iets meer lengte kunnen hebben. Het achterbeen is ook een goede hoek erin. Ook voldoende kwaliteit. In stap is het paard ruim en ook krachtig, heeft een veel lichaamsgebruik. In draf, dan missen we toch het dragende achterbeen. En het paard zou ook meer zweefmoment kunnen hebben, ook iets meer ruimte kunnen maken. Het paard wordt, krijgt vandaag een derde premie vanwege de goede stap. Number 21, a horse with a noble head, long vertical neck, sloping long shoulder, the upper line could a little bit stronger, lines croup connection could also stronger, the croup was a little bit short, the quality of the legs was good, the walk was roomy and powerful and good through the body, in trot. She needs more uphill and also more roomy in the front legs. The hind legs could more under the body. So she becomes a third premie. Thank you.
nummer 22. Een paard met een voldoende edel hoofd, een lange verticale hals, goede schouderligging, lang schouder, een sterke bovenlijn. Het paard is iets huilend in zijn kruis en is ook iets onderstandig. Het beenwerk, we zouden het rechter spronggewricht toch correcter gebouwd willen zien. En ook in stap zou je ook met rechtsachter tilt hij hoger op als linksachter. En dus mist hij stabiliteit in zijn stap. In draf loopt het paard er doorheen, dan heeft hij een goed voorbeengebruik. Zou ook het achterbeen dan wel iets meer onder het lichaam kunnen plaatsen. Maar vanwege een incorrect spronggewricht en een stap die we correcter willen zien, geen premie vandaag. Nummer 22, een horse with a noble head, a long vertical neck, good long shoulder, strong upper line. The croup is sloping long enough. The quality of the legs could better. And also the walk could more regularity. In trot, he was enough uphill and good in the front legs, but the hind legs needs more under the body. There's no preemie today.
Nummer 23, een paard met een edel hoofd, ook een verticale hals. Schouder dat er schuin in ligt, met een bovenlijn zou iets meer bespiering kunnen hebben, ook iets meer aangesloten kunnen zijn. Zou sterker in de bovenlijn mogen zijn. Het kruisje is voldoende van lengte, maar iets hellend. Kwaliteit beenwerk. Dus voor zou je correcter op zijn benen mogen staan. En vooral in stap zou je ook meer regelmaat en ook correctheid kunnen laten zien. Hij is met name linksachter tilt hij hem vrij hoog op bij rechtsachter. In draf zou het paard meer moeten reizen in de voorhand en ook meer het achterbeen eronder moeten brengen. Het paard wordt vanwege zijn beenwerk en zijn stap vandaag geen premie. Nummer 23, the horse with a noble head, a long vertical neck. The shoulder is sloping and long. The back is weak. Also the loins croup connection was weak. Quality of legs could better. And also the walk was not regular. And in trot, she needs more rappel and also more suspension. There's no premie today.
Nummer 24. Een paard wat een beetje een iets lang hoofd heeft. Zou ook iets meer nek kunnen hebben. De hals is ook aan de korte kant met wat onderhals. Het paard heeft wel een sterke bovenlijn. Zijn kruis is een beetje hellend, maar voldoende voor lengte. Het paard zou ook iets meer voorbeenlengte kunnen hebben. De kwaliteit van het beenwerk zou iets droger mogen zijn. En het paard is ook nogal wat toontredend. De stap is ruim en voldoende. Voldoende ruim met ook voldoende lichaamsgebruik. Het paard kan goed stappen. In draf is het paard zou je iets opwaartser mogen zijn. Heeft hij wat een hoog ritme. Maar al met al, vanwege zijn goede stap, krijgt het paard vandaag een derde premie. Nummer 24. The head is could a little bit nobler. The neck is a little bit short. A little bit under neck. The shoulder is good. The upper line could a little bit stronger. The quality of the legs could a little bit more hardness. And also in the front legs he was very tuning in. The walk was roomy and also good for the body. Good walk. In trots he needs more uphill and also more the hind legs under the body. The horse becomes a third preemie because the good walk.
De laatste merrie voor vandaag. Last best, zeggen ze dan wel, maar dat is natuurlijk niet zo wel de eerste premie. Paard met een voldoende edelhoofd, heeft veel halslengte, met een lichte onderhals. Paard heeft een sterke bovenlijn, kruis is iets hellend. Schouders ietsje stijl en zou ook iets meer voorwilling te kunnen hebben. Het achterbeen is goed gesteld. De stap was ruim en ook taktmatig. Goed door het lichaam gestapt. En in draf gaat het paard opwaarts. Vertrekt goed. Heeft ook een goed dragend achterbeen. Vanwege een goede beweging, ook een goede draf, wordt het paard vandaag ster met een tweede premie. Number 25, a noble head, a long vertical neck, the shoulder is a little bit steep, good upper line, the croup is sloping, the front legs got a little bit more length, the hind legs is good from quality, the walk was roomy and powerful, good through the body, the trot was uphill, good hind leg using under the body, good front leg, so overall, she's star with a second premie.
Nummer 26. Onze laatste voor vandaag. We krijgen een eerste premie terug. Maar de laatste paard wat gekeurd wordt. Paard is voldoende edel in zijn hoofd. Heeft een lange verticale hals. Die goed, ook een lichte hoofd-halsverbinding. Is ietsje stijl in zijn schouder. Sterke bovenlijn. Kruis is voldoende van lengte en ook goed van ligging. Paard heeft ook een voldoende lang voorbeen. Zou iets meer kwaliteit in zijn benenwerk mogen hebben. En in stap zouden we hem graag wat ruimer zien stappen. En ook meer met wat met meer veer, ook wat meer spronggebruik. En ook in draf dan zien we het paard graag meer opwaarts draven. En iets meer snelheid in zijn achterbeen. Al met al wordt het paard vandaag opgenomen in het stamboek. Horse nummer 26 is de gelding. Is horse is noble, long vertical neck, a little bit steep in the shoulder, good upper line, group was long enough, the quality in the legs could a little bit better, more hardness in the legs, the walk need more roomy and also more through the body, and in trot he needs more uphill and also more the hind legs under the body. So overall we take him in the stud book.
Dit was dus het laatste paard. En, ja, ik denk dat we dat allemaal konden zien dat dit is een supermooie merrie. Een goede eerste premie. We kunnen terugkijken op een goede keuring wat vlot is gegaan vandaag. En we hebben met plezier gekeurd. De familie van Manen, bedankt voor de goede ontvangst en de goede aanvoer van de paarden. Tot de volgende keer. So this was the last one. The first premie, a nice horse. And we hope we see you back in the next location curing. I don't know when, but follow the website. Tomorrow at the Nieuwe Heuvel, I heard. So morgen op Nieuwe Heuvel, de volgende locatiekeuring. Tot de volgende keer.